Ho, oh, dat gaat gelijk helemaal goed. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van Action. Ik ben Rosalie en je kan me misschien wel kennen van mijn eigen YouTube kanaal Rosalie. En misschien mijn Instagram. Maar vandaag heb ik weer een nieuwe shopvlog van de Action. We mogen namelijk weer shoppen op 1,5 meter afstand. Dus dat heb ik ook lekker gedaan. En ik ga jullie gewoon meenemen in wat ik allemaal heb geshopt. En het zijn echt heel veel leuke dingen, dus kijk snel verder. We staan nu voor de Action. En waar ik naar op zoek ben is voornamelijk iets van kleine schoolspulletjes nog. Omdat ik natuurlijk naar een nieuwe opleiding ga. Maar het lijkt me ook wel heel erg leuk om nog steeds woondecoratie te zoeken. En misschien iets voor mijn huid. Ik kijk nog even wat er allemaal ligt. Maar voor nu gaan we lekker naar binnen. Ik ben eigenlijk best wel geslaagd. Ik heb namelijk een lekker kleedje voor op de bank. Maar dit is ook echt top. Ik ga namelijk een keer in een tent slapen. Dus dan is zo'n mini erg. En een heel mooi strand laten. Dus ik ga alles straks laten zien. Bij de Action heb ik voornamelijk veel van strandspulletjes gekocht. Ik ga namelijk nog een weekje op vakantie. En het leek me wel leuk om een paar van die vakantiedingetjes te kopen. Ook heb ik een paar extra randartikelen gekocht. Maar dat zien jullie allemaal wel later. Eerst ga ik beginnen met iets wat ik denk wel het allerleukste vind. En dat is namelijk een strandlaag. Vergeet alvast niet te abonneren hieronderin. En alvast je blauw duimpje omhoog te doen. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Het is een beetje een ander soort strandlaken dat je misschien gewend bent. Bijvoorbeeld een witte of iets heel erg saais. Maar deze is zo leuk. Hij is een beetje een soort van okergeel. En hij heeft dus een reliefje erop. Het heeft een beetje zo'n oosterse look. En ik vind hem gewoon heel erg leuk. Ik zal hem even voor jullie uitpakken en laten zien hoe groot hij is. Want volgens mij kan je echt makkelijk met twee mensen op. Ze hebben hier trouwens ook nog verschillende kleurtjes van. Bijvoorbeeld grijs volgens mij. En ook nog eens wit of zo. Oh, deze is echt leuk. Dit is uiteindelijk dus het hele kleed. Hij is zo super leuk. Aan de achterkant en voorkant hebben ze van die franjes. En er zit dus een reliefje op. Echt perfect voor het strand of bijvoorbeeld als je gewoon lekker in de tuin ligt. Dat is echt helemaal top. En ik vind de kleur vooral heel erg leuk. Dus dit is mijn eerste aankoop en ik denk ook wel de leukste. De prijs van deze handdoek is €8,95. Dus ook nog eens een koopje. Het volgende product, echt een hele leuke mand. Wat ik zag, dat er 3 formaten waren in de winkel. Dus een kleinere, middelmaat en deze grote. En deze wil ik graag gebruiken voor decoratie in mijn kamer. Ik heb namelijk ook een heel erg leuk kleedje net gekocht. En die ga ik hierin draperen. Maar ik vond hem zelf super leuk. Ook weer met een beetje een franjes en een beetje een oosterse vibe. En ik vind het gewoon echt top. Ik weet nu al dat hij leuk gaat staan in mijn kamer. Deze was €7,95 en volgens mij waren de kleinere maatjes wat goedkoper. Ik ga volgend jaar niet meer naar de middelbare school, maar naar een nieuwe opleiding. En ik dacht dus dat ik wel een paar productjes nodig had voor bijvoorbeeld school. En dat zijn wel kleine dingen, zoals bijvoorbeeld pennen, maar het is toch altijd handig. Want ja, als je niet kan schrijven, kan je natuurlijk ook niks opschrijven van bijvoorbeeld wat je nodig hebt. Dus deze pen heb ik gekocht van Bic. Het zijn de Crystal Original pennen. En deze vind ik eigenlijk gewoon het allerlekkerste schrijven. Ze schrijven gewoon heel erg dun en dat vind ik het allerfijnste. En het is gewoon echt een groot pak. Dus ik denk dat ik hier echt wel een heel jaar mee kan doen. Dus deze heb ik gekocht en kunnen altijd van pas komen. Oh, het is ook nog voor een klein prijsje, want ze zijn zelfs €1,99. En voor zoveel pennen, nou dan kom ik wel mijn schooljaar door. Tijdens de coronatijd heb ik ook heel veel geknutseld. En een van mijn favoriete producten als ik ga knutselen is deze tape roller. Dit is namelijk eigenlijk gewoon een lijmstift. Maar je hoeft dus niet met gepruts met al dat lijm en dat het helemaal moet opdrogen. Dit is eigenlijk een soort van plakband, maar dan in lijmvorm. Dat is echt fantastisch. En je kan dus bijvoorbeeld gewoon papiertjes bij elkaar plakken als je bijvoorbeeld een moodboard aan het maken bent. Of nou ja, eigenlijk je kan zo gek niet bedenken of je kan het plakken. Dus deze heb ik ook weer gekocht en die kan echt niet missen in mijn creatieve stash. En deze waren trouwens €0,98. Ze zijn meestal vaak uitverkocht bij de Action. Dus wees er snel bij en koop gewoon een hele batch. Nou, de zomer komt natuurlijk weer aan. En je moet natuurlijk wel je benen scheren. Tenminste, dat doe ik altijd. En daarvoor heb ik nieuwe scheermeesters gekocht. Deze zijn echt super fijn. Ze zijn van, even kijken, Wilkson, de Intuition. En ik vind ze zelf echt heel erg handig. Want je koopt namelijk een soort opzetstuk. En dit zijn de navelingen daarvoor. Zo hoef je dus geen scheerschuim meer te gebruiken. En zet je alleen dit opzetstukje erop en kan je gewoon gaan scheren. Dus deze heb ik gekocht en waren €4,95. Maar echt voor zo'n summer look is het heel erg handig. Oh, dit is ook weer echt een super leuke aankoop. Ik hou echt heel erg van kleedjes. In mijn kamer heb ik nu ook weer een beetje zo'nzelfde soort kleedje liggen. En ik dacht, het is wel weer tijd voor vernieuwing. En daarom heb ik ook dit kleedje aangeschaft. Ik vind hem super leuk. Het is echt een beetje zo'n
ja, het ziet er heel erg zacht uit. Ook weer met franjes aan de zijkanten. Een beetje zwart, een beetje crème. Dat zijn wel de themakleuren die ik heb in mijn kamer. Hij is niet zo heel erg groot, dus je kan bijvoorbeeld ook nog voor je deur leggen of zo, als een soort van deurmat. Maar ik vind hem zelf wel heel erg leuk, bijvoorbeeld onder mijn bureaustoel of net naast mijn bed, dat je lekker je voetjes in de ochtend erop kan leggen. Dit kleedje was €5,95. Er zijn zelfs nog kussentjes van en die liggen hierachter. Dus ik zal ze even erbij pakken met welke ik precies allemaal heb. Nou, dit is dus de crème variant en die vond ik zelf ook super leuk. Hij is gewoon wat meer neutraal, maar ja, het ziet er nog steeds echt super leuk uit. En ze hebben hier zelfs nog kussens van en die zijn helemaal fantastisch. Hoe leuk zijn deze kussens. Die passen natuurlijk weer helemaal perfect bij het kleedje. Dus stel je voor, je hebt je bureau en je legt dit kussen op je stoel en dan het kleedje onder je stoel. Dan is het echt fantastisch en ik denk echt wel een hele leuke look. Nou ja, dat is heel erg leuk om gewoon aan te schaffen. Dus ik zal naar Jackson rennen. Nou, dit is zo'n product. Hier word ik gewoon helemaal enthousiast van. Ik vind het super leuk, want het is namelijk echt heel erg handig voor de zomerse dagen. Wat je namelijk kan doen is deze aanzetten. Ho, dat gaat gelijk helemaal goed. Allereerst kan je deze dus aanzetten, dus dan krijg je een beetje zo'n windje. Maar als je het nou echt extreem warm hebt, dan kan je zelfs nog eens water sprayen. Goed, ik ga hem toch nog even voor jullie uitproberen, want ja, je moet natuurlijk wel even zien hoe het nou precies in praktijk werkt. Je zet dus deze aan en dan heb je een beetje zo'n wind. Heerlijk. En dan kan je dus ook nog ondertussen... Oeh, wat water sprayen. Nou, echt... uitvinding van de maand. Nou, en het heeft ook nog eens een klein prijsje, namelijk €1,79. Dus echt, iedereen rennen gewoon. Het is fantastisch. Als je met het vliegtuig op reis gaat, maar ook bijvoorbeeld als je het gewoon handig vindt om makkelijk alles zo klein mogelijk mee te nemen, is het natuurlijk handig om verschillende verpakkingjes te hebben. En dat heb ik dus ook gekocht van Travel Essentials. Dus je hebt hier eigenlijk alle formaatjes die je makkelijk mee kan nemen. Dan kan je dus gewoon hier je eigen shampoo in stoppen. Hier bijvoorbeeld conditioner, shower gel en hier bijvoorbeeld iets van crempjes. En heb je dat gewoon in kleiner formaat. Heel erg handig en ook gewoon wat makkelijker in je koffer. Ze waren 99 cent, dus dat was echt top. En dan kan je gewoon heel erg makkelijk navullen. Nou, ik krijg het altijd heel erg warm in de zomer. Dat heb je misschien wel door. Maar ik heb nu ook een minivan gekocht. Deze zag ik staan en ik dacht, dat is super handig. Want deze kan je namelijk ook gewoon op batterijen doen. Dus dan kan je gewoon, als ik hem even uitpak, dan zal ik even laten zien hoe het eruit ziet. Hij is heel erg mooi wit natuurlijk. Heel erg typisch, zo'n ventilatortje. En wat je dus doet, je kan hem dus op die standaard zetten, maar je kan hem ook gewoon los gebruiken. En dan zet je hem dus erin. Je kan hem nog opladen met USB en dan kan je hem gewoon aanzetten. En dan kan hij lekker een beetje soort van verkoelen. Echt super handig. En voor €3,49 kan je zelfs nog eens deze makkelijk meenemen. Dus top. Deze ga ik zeker weten gebruiken in de zomerse dagen. Oh, ik heb nog verschillende standen. Dat mandje ga ik natuurlijk ook gebruiken als decoratie in mijn kamer. Maar er moet natuurlijk wel wat in. Dus ik heb een nieuw kleedje gekocht. Ik vond deze super schattig. Omdat hij gewoon een beetje zo'n printje eroverheen heeft zitten. Lekker wit, dat vond ik wel het allermooiste. Maar ze hadden ook nog andere kleuren. En hij is gewoon super zacht. De afmetingen van dit kleed zijn 140 bij 180. Dus echt mega groot. Dus je kan hier zelfs nog met z'n 2 of 3 onder liggen, denk ik. Ik zal hem even helemaal laten zien. Dat kan geen eens in beeld, maar hij is wel echt super zacht. En ik denk echt bijpassend bij het mandje. En deze was ook nog eens €8,95. En voor zo'n lekker warm kleedje vind ik dat echt heerlijk. In mijn kamer zou ik het een beetje zo decoreren. Ik denk gewoon niet te netjes, maar gewoon een beetje eroverheen gedrapeerd. Vind ik zelf wel het leukste effect. En zo kan je hem ook makkelijk weer pakken als je hem graag nodig hebt. Dit was eigenlijk het eerste product dat ik pakte toen ik de Action in kwam. Want ik vind dit zelf super leuk. Hier kan je namelijk zelf limonade of iets van ander drinken in doen. Zelf bijvoorbeeld water met citroen. En dat ziet er ook nog eens heel erg leuk uit. Wat ik in de winkel zag is dat je 2 varianten had. Namelijk de zilveren en deze gouden. En je kan hem dus gewoon hier openmaken. En dan kan je dus hier bijvoorbeeld je water met fruit erin doen. Of bijvoorbeeld iets anders zoals ijsklontjes. En dan kan je hem gewoon dicht doen. En dan heb je hier aan de onderkant... een tuutje zitten waardoor je dus eigenlijk gewoon je glas eronder kan doen. En uiteindelijk het gewoon makkelijk kan vullen. Dus deze is echt perfect gewoon voor de zomer. Kan je lekker buiten neerzetten. En als je dan weer doorstept, kan je gewoon heel erg makkelijk je beker eronder doen. En dan kan je er water uit halen. Deze was €3,99 en hier kan je echt best wel veel water uit halen. Dus echt top. Dit was dan de Action Shop vlog. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete product was. Laat dan weten hier in de comments. En wie weet zie ik de volgende keer weer bij een nieuwe shop vlog. En zeg tot dan. Doei doeg!